Yo mensen, Jaroski hier en welkom bij het nieuwe seizoen natuurlijk van de Road to Commander serie hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vorige seizoen, seizoen nummer 1, hebben wij natuurlijk elk potje geüpload van level 1 tot en met level 55. Ik had aan jullie gevraagd, willen jullie nog een keer te zien krijgen dat ik weer van level 1 tot en met level 55 elk potje ga uploaden? En iedereen zei, ja Jan, kom aan, doe het nog een keer, want dit is echt gewoon een vette serie om naar te kijken. Dus, natuurlijk ga ik het daarom nog een keer voor jullie uploaden. Op seizoen 1 hadden wij de serie gedaan Road to Commander met de Road to Life Care Package Lodestar. Dus moesten wij ook nog eens een Lodestar uit de Care Package halen. Wat ik dit seizoen wil gaan doen, seizoen nummer 2, is ik wil gaan proberen om... hoe ga ik naar mijn medals toe? Nee, hoe ga ik ook weer naar mijn medals toe? Oh, hier zo. Hé, ik was het aan het zoeken. Ik wist niet meer waar de medals stonden. Wat ik dit seizoen wil gaan doen is, ik wil gaan proberen te halen van level 1 tot met 55 een ultra kill. Dus, we hebben in seizoen nummer 1 2 megakills gehaald. Dus dat is een 7 man feat met je wapen. Dus dan moet je echt kill maken, reloaden, kill maken, reloaden, kill maken, reloaden. 7 kills achter elkaar. Heel erg moeilijk natuurlijk. En wat ik dus dit seizoen wil gaan proberen is een ultra kill. Een ultra kill is een 8 man multikill. Dus dat houdt in kill maken, kill maken, kill maken, kill maken. Totdat je er 8 achter elkaar hebt. En ik hoop dat dus dat gaat lukken van level 1 tot met 55. En we zullen het vanzelf gaan zien. Ik hoop dat jullie dat ideetje natuurlijk ook weer leuk vinden. Ik dacht van, weet je, vorige keer hebben we met de care packs gedaan. Heel veel mensen wilden weer met de care packs iets zien krijgen. Maar ik dacht van, weet je, we doen wel iets anders. Dus, we gaan natuurlijk even prestige doen. Want dat hoort er natuurlijk bij. Dus hier zo. Prestige mode naar prestige nummer 1. Here we fucking go. You will start over at level 1. Having gained a bit of prestige. Je krijgt een extra custom create a class. Je krijgt een lock token. En je krijgt de optie om al je sets te resetten. Die derde optie gaan we natuurlijk niet gebruiken. Wat we wel gaan gebruiken is de extra slot. En de extra prestige token. Dus learn more. Bla 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 bla. En de prestige. Woo! Hier gaan we, jongens. Dan ga ik natuurlijk nu het allereerste potje spelen, want we kunnen nog geen class aanmaken. En ik heb een trophy. Trophy. Een gouden trophy. Welcome to the penthouse. Mensen, ik ga jullie zo meteen zien op het moment dat wij in het potje zitten. Dus tot zo. Red boys, zoals je kan zien zijn we natuurlijk in het allereerste potje gekomen van prestige nummer 1. We zijn level 1, we gaan natuurlijk spelen met de standaard Clash of Scorpion met de grip en de extended max staat erop. Secondary W20R met de laser sight, we hebben een smoke aanstaan, dus die vooraan staan. En die custom classes zeg maar, de standaard classes die je krijgt op het moment dat je prestige hebt gedaan en dat soort dingen. Die falen gewoon altijd keihard. Ik weet niet wat Call of Duty denkt als we dit soort classes maken, maar bijvoorbeeld deze class staat geen toughness. Call of Duty heb je geen toughness gegeven bij deze class. Dus ik snap nooit wat hun bezielt. Dat ze mensen die net prestige hebben gedaan, dus die level 1 zijn. Waarom ze die mensen zulke slechte wapens geven, zulke slechte classes geven. Dus je bent level 1, weet je. Geef ons dan een beetje iets goeds. Zodat we tenminste nog iets kunnen doen. Maar dat doen ze dus niet. Je hebt in ieder geval wel een Scorpion. Dat is wel één pluspunt natuurlijk. Want een Scorpion is gewoon één uber chill wapentje. En dat was Mike heel vriend. En je hebt een Ghost op staan. En Ghost is natuurlijk ook wel een goede attachment om te gebruiken. Maar voor de rest... heb je er niet echt heel erg veel aan. Dankjewel voor je assist. Oh, camper. Oh my god, je hebt het scheef. What the fuck, maat. Sniper. Ja, maar je bent geen sniper. Loopt met een peacekeeper rond. Dat snap ik ook nooit. Dan hebben ze een sniperpakje aan. En dan lopen ze gewoon rond met een ander wapen natuurlijk. En hier is de train te campen met een bouncing Betty. 3, 2, 1. Oh, hij heeft zelfs... hij heeft zelfs een riot shield bij zich. Haha, bitch. Niet gaan lopen campen in mijn allereerste mooie potje hier. Want dat vind ik niet aardig van je. Oh, ik heb geen toughness. Shit, sorry. Oh, Call of Duty, ik haak je zo hard nu. En we zijn level up, dankjewel. Nu mag ik je alweer wat meer. Oh, zo stom dat ze geen toughness hebben gegeven, jongen. Oh my god. Jongens, we staan hier met z'n allen. Kom maar naar binnen, want ik ga jullie opwachten. Hij gaat weer cappen met zijn rijtje. Ik heb je net al een keer eraf geknald. Dan moet ik hier niet nog een keer meteen gaan zitten. Ja, gaat ook mooi op de trap. Ik zit en dan komen ze weer aan, hoor. Dan komen ze weer aan. Weer met zijn rijtje, natuurlijk, weg hier. Want ik heb een C4. Oh, gooi die C4. Dankjewel. Holy shit, ouwe. Die fan met zijn rijtje is scheid irritant gewoon. Oké, okay, rennen jongens, rennen, rennen, rennen. Mijn UAV is net weggegaan. Dus daar kunnen we niet meer op... daar kunnen we niet meer op kijken. En dat is 1. En... oh, je rent door, serieus. En dat is 2, dankjewel. Ik heb een Dragonfire en een Lightning Strike. Ik gooi eerst die Lightning Strike even. 1, 2 en 3. Komt er eentje via de back. Jou, jij zie ik lopen, vriend, kom maar. Dankjewel. En mijn Lightning Strike die killt helemaal niemand, dus dat houdt in. Dat ze maar op één plek kunnen zitten. En dat is midden in het gebouwtje.
met zijn motherfucking Riot Shield. Hij zit er gewoon weer. Deze vent, what? Oké, okay, twee bouncing Betty's. Goed zo, jongen. En dan komt hij aan, hoor, met zijn Riot Shield. Hij zit daar. Oh, hij heeft zijn Riot Shield niet. Huh? Waar is die vent met zijn Riot Shield? Oh, nog een bouncing Betty. Oh my god, rot op met die dingen. Waar is die vent met zijn Riot Shield dan? Die vent met zijn Riot Shield zit hier ook ergens, hoor. De teammate die gaat ook hard met zijn sniper. Riot Shield, man. Riot Shield, man. In mijn rug. Niet in mijn rug komen, vriend. What the fuck zegt hij nou weer? Ik kill hem, zegt hij. Tapa de put. Ja, daar ben ik helemaal met je eens, meneer. Kom maar tevoorschijn. Oh shit, die andere kwam aanrennen. Oké, okay, even mijn drengenvaart doen. En dan kunnen we daar nog even wat extra kills mee oppakken natuurlijk. Want ik denk toch niet dat deze enemies weten wat de fuck dit ding is. Kijk maar, zie jij redt. Hij redt gewoon voor me weg, joh. Oké, okay, rijshield man, waar ben je? Oh, niet op mijn drengenvaart schieten, vriend. Dat vind ik niet aardig. Nee, niet erop schieten. Niet erop schieten. Wat zeg ik nou? Nu ga je eraan. Jij schiet op mijn drengenvaart, dan ga je eraan. En ik ben zelf ook gekild. Shit. Wacht, zit hij hier weer te campen of niet? Ah, hij is weg. Camper, waar ben je? Ah. Ik wil die Riot Shield fans zo graag killen, maar ik ben hem kwijt. Enemies. Waar zijn jullie? Want ik ben lekker aan het rondvliegen, maar ik wil ook graag een kill krijgen. Oh my fucking god. Ik kan nog wel eens een kill krijgen met dit ding. Ik heb alles misgeschoten en ik ben ook nog doodgaan terwijl ik erin zat. Geweldig. Geweldig. Daar heb ik helemaal geen baat bij, jongens. Oké, we hebben een UAV, want er zit er hier namelijk eentje. Oh, dat is een Riot Shield, man. Bouncing Betty. En een Bouncing Betty. En een Riot Shield. Haha, jammer vriend. Hij heeft nog een Elstad aanstaan ook. Dat is het geniaalste erbij. Oh, ga je me serieus neersprayen? Nee, mooi niet, vriend. Oh, dat was bijna al een triple kill. Natuurlijk, als wij de ultra kill willen halen, wat we ook moeten gaan doen bij deze serie, dit seizoen, dan moeten wij natuurlijk wel ground voor en dat soort game modes gaan spelen. Maar dat zal ik in de volgende aflevering steeds gaan doen. Steeds natuurlijk weer een andere game mode proberen. Want de ultra kill, dat zijn natuurlijk 8 kills in een rapid succession. En dat haal je niet zomaar tegen dit soort enemies. Dus je hebt natuurlijk heel erg veel geluk nodig. Dat sowieso. En je hebt natuurlijk ook een beetje skills ervoor nodig. Want je moet natuurlijk ook wel raar zien. Want anders kan je nooit 8 kills achter elkaar oppakken. Dus, de UAV die roepen we in. Dan gaan we weer doorrennen. Dan loopt er daar nog een. Pak jij die teammate? Teammate, hij loopt hier achterop. Nee, het is mijn kill. Ah, motherfucker die je bent. Dat was mijn kill. Ik heb die Elsa ook nog vast. En het potje er al op. Een beetje sloom eerst het potje. Die vent die liep er doorheen te schreeuwen. Vrijt Hugo. Alleen in het, en nu is hij geliefd. Hij zit er helemaal doorheen te schreeuwen. Hij is kapot boos op ons. En dan liefde hij het potje ook nog eens. En dat is echt goed gedaan, jongen. Maar, dit was natuurlijk game nummer 1. Het was een beetje een tikkeltje traag potje. Maar daar kan ik natuurlijk ook niks aan veranderen. We spelen nog 1 team met mijn potje. We zijn level 5. Dus ik ga even classes aanmaken. Dus tot zometeen. Alright boys. Welkom bij het tweede potje natuurlijk van deze aflevering. We spelen nog een keer om een stand-off. En ik hoop natuurlijk dat het nu wat sneller gaat verlopen. Ik heb net met mijn prestige token, waarmee je dus een lock kan unlocken, een wapen kan unlocken, een perk kan unlocken, die je altijd hebt. Maakt niet uit welke level je bent. En ik heb gekozen voor de, je ziet het zelf natuurlijk ook wel, voor de AN-94. Waarom? Dit wapen is uber chill. Ik word in mijn rug gepakt door een, weet ik veel wat voor persoon. En ik dacht, weet je, ik unlock dit wapentje wel lekker. Daar kunnen we natuurlijk lekker mee schieten. Daar kunnen we lekker goede scores mee neerzetten. Dus dat is wel, denk ik, de juiste keuze. Mijn teammate daar, in tegenstelling, die loopt rond met een... Ja, dat bedoel ik. Mijn teammate die loopt rond met een suppressort ballista. En dat deed hij het vorige potje ook al. Ze zitten natuurlijk nog steeds in dezelfde lobby, maar hij kan er helemaal niks mee. Dus ik weet niet wat hij daarmee wil bereiken. Die enemy liep bij de W met de Remington is anders. Die moeten we even in de gaten gaan houden, maar... Enemies. Oh, daar zit er een te campen. Ik hou niet van campers. Ga dan weg, jongens. Oh my god, jongen. Kijk uit voor die camper. Wacht, ik ga een granaat op zijn kop gooien. Kijk, hij zit daar te campen. Als hij raakt, ga ik lachen. Oh, jammer, man. Uh-oh, enemy. Dankjewel. Ik moet even die UAV zien te krijgen, man. Kom jij hier naar boven of beneden? Boven of beneden? Boven of beneden? Boven of beneden? Geef hem beide. Hij zit in dat huisje, man. Nee, teammate, ik hoor bij jou. Je hoeft niet op mij te gaan lopen schieten. We horen bij elkaar in het team, ja? Oké, okay, let's go. Ik heb een UAV. Er staat er nog eentje naast, Miro. Oh, nek gedaan, teammate. Woe! Mooie dubbelkill. Oké, okay, ik heb een UAV voor jullie, jongens. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Teammate achter je. Zo, ik weet niet of hun zitten... Ik weet niet of mijn teammate zitten op te letten, hoor. Maar... ze zien mensen lopen op die minimap, weet je wel. Want ik roep de UAV in. Je ziet hem kijken naar de plek waar die enemy vanaf komt lopen. En alsnog gaat hij dood. Ik weet niet waar je dan mee bezig bent, maar... Je kijkt naar hem. Je weet dat hij eraan komt. Je zit te pre-fire. Je zit te pre-aimen.
En alsnog ga je dood. Dat is gewoon geniaal om altijd te zien, jongen. Naar die teammates. Dan kijk ik toch even goed. Dan lek je toch even op. Omdat je weet dat hij eraan komt. Maar dat zal wel. Ik raak ook niemand met mijn lijn in strijk. Dus ik mag niks zeggen hier ook. Kijk, klimmen, jongens. Dankjewel. En... deze twee potjes, jongen. Dit is echt de slechtste start ooit. Van een Road to Commander serie. Holy shitballs. What the fuck? We zijn wel level up. Hey, we hebben nog iets positiefs, Zero. En we hebben de target finder unlocked voor ons aan. Voor ons aan. Oh, dit is zo irritant, dit potje, jongen. Enemies, waar zijn jullie nou? Hier loopt er één, dankjewel. Daar loopt er nog één, die kan niet raken. En waar is de fuck zit de camper dan? Oh, daar komt er nog één aan. Oh, oh, oh. Wil je wel dood gaan volgende keer? Teammate, pak jij hem maar. Teammate, pak hem. Teammate! Ah! Mijn teammate heeft hem ook niet! Dat bedoel ik dus. Mijn teammate wist dat hij daar liep. Hij komt in zijn rug. En hij wordt alsnog gekilld. Dat soort dingen, dit snap ik nooit. Ik had hem zelfs nog geraakt, die enemy. Dus het moest sowieso een easy peasy kill zijn geweest. Maar soms, jongens, soms snap ik er ook geen zak van. Mooie triple kill. Doorgaan voor de volgende kill. Ik ben te laat. Nou, we moeten die ultra kills niet halen, weet je. Dus ik moet snel gaan als ik eenmaal een triple kill zo binnen heb gesleept. Want dan kan ik natuurlijk doorgaan voor de ultra kill. Snel reloaden, want er komt er iedereen aanrennen. Kom je ook naar binnen, vriend? Kom je? Kom je naar binnen of niet? Ja, kom. Kom dan. Kom. Nee, hij gaat niet komen. Dan niet, hoor. Dan pak ik die wel. En dan zit er hier nog een. Oeh, mooie hellstorm. Hij komt naar boven, man. 3, 2, 1. En... ja, daar komt hij. Holy shit, hou aan. Dan mogen we nog bijna. Oké, weg hier. Hebben we genoeg gestaan. Hebben we genoeg gezien. Hebben we genoeg gekilled. En we gaan snel weer door. Huppatee, triple kill. Zo doen we dat. Kijk uit, die auto gaat ontploffen, Jan. Ik dacht, ik schiet door die auto heen. Maar dat lukte niet, man. Laat maar zitten, die auto. Dat gaat niet werken. 1, 2, 3. Waarschijnlijk gaat hij weer mis. Want ik faal vandaag met die dingen. Kom dan. Dankjewel. Oeh, er was één dikke multi. Zo. Mijn leidingstrijd ging gewoon kaart raak, man. Oké, even mijn UAV inroepen. Ik roep mijn Dragonfire niet in, want daar gaat het toch niet goed mee komen namelijk. Dus ik kan dat ding beter even laten zitten en beter even kills maken met mijn normale wapen. Dan krijg je ook nog eens meer XP voor. Waar ga je nou naartoe rennen, enemy? Wat ga je dat doen? Hier, die voor je. Die voor je. Spannen ze achter me. Oh, denk ik. Ja, zie je wel. Kom dan. Kom dan. Nee! Ah, oh, shit, sorry. Die had ik niet zien aankomen, man, die gozer. Die andere vent die ging achter het hooipaal tractor huisje staan. En die kwam dus niet naar me toe. Er zit er hier eentje, teammate. Naast je. Kom op, teammate, pak hem. Moet ik hem pakken voor je? Hij zit hier. Oh nee, loopt er hier nog een. Goed gedaan, teammate. Je zit ook zo lekker te campen daar, hè. Kijk hem zitten dan. Wacht, ik ga hem blokken. Fuck deze vent. Mijn potje is bijna afgelopen, maar hij komt niet meer van die plaats af. Die voor je, vriend. Oprotten. Zo. Zo, nu zitten we met z'n twee. Ik ga je defenden, ja? We gaan niet dood. Hier komt er één. Ik heb hem voor je. Kijk. Oh, dat is een teammate. Kijk uit, misschien komen ze naast ons. En, of teammate. Kijk uit, we worden beschoten. Teammate, help me. Teammate, ik heb hem. Ik heb hem, teammate. Let's go, nog één kill. Nog één kill. Zorg dat we die laatste kill oppakken. Kom op. We kunnen dit. Ik heb hem. Ik heb hem voor je. Ja. Nee. Ik heb hem. Nee. Kom op. Nee, teammate. Nee, we zijn dood. Oh, nu heeft hij een triple kill door ons. Wat heb je gedaan? Lul. Wie was die Campra? Volgens mij die Destroyer 1977 Bas. Ja, of die Argy. Ik heb geen flauw idee wie die zat te campen. Ik weet niet hoe ik had geblokt. Hij zat in ieder geval met mij in de hoek. Dus het was lekker comfortabel daar ook. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de allereerste aflevering natuurlijk. Ik ga wel even een andere game mode spelen. Dat weet ik wel. Want dit is niet echt de snelste game mode die er is. Dus ik hoop jullie te gaan zien bij aflevering nummer 2 van seizoen nummer 2. En tot de volgende keer. Maar weer mensen. Bye bye.